Vrijdagavond was, waar het al zo lang om heeft gegaan en wat dan ook 11 jaar heeft geduurd, de opening van de Gouden Leeuw. Vol verbazing keken we met de bezoekers rond naar de prachtige manier waarop het is neergezet. En het lijkt wel of aan alles is gedacht. Zoals burgemeester Peter Maas verwoordde, we hebben er weer een parel bij in z'n Toederode. Nou, ontzettend blij, want ik denk dat de Gouden Leeuw na 11 jaar eindelijk weer open en voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat dat voor heel Rooi een felicitatie waard is. We weten allemaal hoe dit pand eigenlijk in verval raakte doordat het niet gebruikt werd. Met de nodige problemen, daar ga ik niet op terugvallen, want ik moet vooruitkijken. Met de nodige problemen hebben we uiteindelijk, zijn we erin geslaagd om het gebouw op te richten. Maar ja, dan moet je nog zorgen dat het pand niet leeg blijft en dat het gevuld wordt. Nou, en dan ben ik er wel trots op dat een jonge ondernemer het aandurft in deze tijd om de exploitatie te beginnen. En ja, u kunt het zelf zien, hij heeft er een ontzettend mooi bedrijf bij gemaakt wat weer iets toevoegt aan de parelsnoer van St. Toederode. Schuim is dicht, hè? Schuim is dicht. En ik denk ook dat, gezien de ligging op de markt, we krijgen eigenlijk niet alleen een warm terras wat aan de Gouden Leeuw zelf vastzit, maar ook, zoals het vroeger was, op de markt toch ook een aantal parkeervakken die we beschikbaar stellen als gemeente, om ook daar het terras al kenbaar te maken. En dat betekent dat de toeristische karakter van St. Toederode daaruit zegt, jongens, kom allemaal naar die gezellige markt om te genieten van de mooie sfeer die St. Toederode heeft. Nou, een beter visiteplaatje kan ik dan niet hebben. Ik dacht, die Gouden Leeuw, ja, daar moeten we iets mee doen. Iets leuks. Aanvankelijk nooit serieus naar gekeken, omdat ik dacht, van, nou, dat ga ik niet kunnen betalen. Toch, door Bavaria gezegd, toch maar naar gekeken. Van, kijk er eens naar, doe er iets leuks mee. Of kun je er iets leuks mee doen? En na gesprekken met de bank en dergelijke, toch aan begonnen. En wat ga ik ermee doen? Het wordt een grand café. Het moet toegankelijk, modern, maar laagdrempelig geheel worden. Met in eerste instantie lunch en hapjes en dergelijke. En misschien op het later tijdstip ook nog een dinerfunctie. Daarnaast kun je hier feestjes geven, een aparte zaal die dadelijk af te sluiten is. Nu nog niet, want de deuren moeten nog gemaakt worden. Maar dat is een kort verhaal de bedoeling. Eigenlijk is ook altijd het idee, ook bij de bouw geweest, van er moet één geheel blijven, ondanks dat het af te sluiten is. Dat je voor binnenkomt, dat je achter naar buiten kunt kijken. Dus een open geheel moest het worden. Ook tijdens de bouw, heel de dag door liepen hier mensen binnen en iedereen wist wel een verhaal over wat er hier nog eens ooit gebeurd was. Of wie dat er gewerkt had. Heel veel reacties heb ik gehad, ook van heel veel oudere mensen. Wij hadden toevallig beslag kunnen leggen op de Rooische Courant van 1926. Oh. En er staat een advertentie in van de Gouden Leeuw, die worden een zekere koster, zat er toen in. En ik denk, god, hey, ik zal dat ding een keer meebrengen, want het is misschien interessant om dat toch te hebben. Ja, dus met deze. Nou, dank u wel, heel leuk. Ik zal er een mooi plaatje voor voorzien aan de muur in de nieuwe zaak zo meteen. Ja.